1300, voilà, dus dat is het record. En uh, dus wat is het probleem daarmee? Dat als een bank failliet gaat, en pas op, het kan dus gebeuren, hè, het kan zijn dat ze geen bail-out krijgen, het kan zijn dat ze beslissen van een of andere groot bank failliet te laten gaan. Dan worden die activa verkocht. En wat zijn die activa? Dat is hetgeen dat we in het begin hadden gezien, al die leningen dat ze hebben lopen. Hè. Die worden doorverkocht aan een andere bank. Maar die andere bank zegt, hey jongens, het is crisis, hè? ik ga dat hier niet voor volle pot kopen. Hè? Kom, de ten een helft er maar af en dan koop ik het. Hè? En dus, uh, wat wil zeggen dat als die activa verkocht worden, dat, die, dat er gewoon een enorm verlies is. Dus, uh, ING 1300 miljard. Wel, als al die activa verkocht worden, is er 30% tekort. Allee, ik haal dat cijfer 30% van de DSB-bank, die vorig jaar failliet is gegaan. En die SB-bank had een balans van maar 7 miljard, dus dat is bijna 100 keer minder. En die waren toch 30% verloren. De curator verkocht de activa en er was 30% weg. Maar als gevolg dat er een miljard tekort was. En ze hadden garanties gegeven, ze hadden dat juist uitgevonden, opgetrokken van 20.000 naar 100.000 euro. Dus moest het depositogarantiestelsel in Nederland 1 miljard euro uitbetalen aan rekeninghouders. Die, waarvan dat geld verdwenen was, dat ze niet konden recupereren uit de verkoop van Activa. En hoe werkt dat dan? Dan, dan gaan ze dalen bij andere grootbanken. Maar dat is de volgende slide. Hetgeen ik hier wil zeggen is dat als een grootbank failliet gaat, dat er een enorm hoog bedrag tekort zal zijn. En dus wie kan 100 miljard betalen? België, het beschermingsfonds, ah, wel, daar zit dus 700 miljoen in. Uh, dus dat is nog niet een miljard. Dus dat zal niet lukken. Het uh, depositie- garantiestelsel, ik heb de cijfers niet gevonden, ik heb wel gezocht, maar ik denk dat er dus niks in zit. Uh, het is gewoon een systeem waarbij dat, uh, de andere banken de rekening betalen. Eh? En dat is ook gebeurd bij de DSW-bank. 1 miljard was er tekort. Ah, dat heeft ING mogen oppoesten en Rabobank, ze mochten allemaal een deeltje betalen. Eh? En euh, ja, als er een grootbank failliet gaat, kan dat toch niet werken? Ik bedoel, een andere bank kan dat niet betalen. Dus dat werkt niet. Een overheid, dat is ook een probleem, hè, want die kunnen wel schulden aangaan. Maar het is goed mogelijk dat als er een grootbank failliet gaat, dat, dat zij geen schulden meer kunnen aangaan, dat de rentevoeten net zoals in Griekenland de lucht inschieten en dat ze gewoon geen geld geleend krijgen voor die 100 miljard te betalen aan alle spaarrekeninghouders. En de centrale bank. Die kan printen. Dus dat is wel uh, een oplossing. Ah, ik bedoel, zo kunnen je wel uw garantie terugkrijgen. De kans is reëel dat ze dat gaan doen dan. Als die N.G. of zo failliet gaat, dat ze dan zeggen, uh, ja, 100 miljard tekort, uh, de overheid kan het niet betalen. Uh, weet je wat? We gaan staatsobligaties uitschrijven. Hè? En, uh, de centrale bank koopt die met bijgeprint geld en zo heeft de staat ook dat geld. En dan kunnen ze dat geven aan, aan, aan de spaarrekeninghouders. Maar het probleem daarvan is dat je niet weet of je nog wel dezelfde euro's terugkrijgt, want als bijgeprint is, is er altijd een risico dat de waarde van die euro's serieus daalt. En dus als je je garantie terugkrijgt onder euro, is het goed mogelijk dat je er veel minder mee kunt kopen. Dus hoe kunt u je, je geld veilig bewaren? Ik denk iedereen heeft wel cash op spaarrekeningen en zo, dus je moet een praktische oplossing hebben daarvoor zodat dat niet op je bankrekening staat. En een goede oplossing is een overheidsrekening. Uh, wat is dat? Wel, ik heb het dus, uh, niet gevonden in Nederland, maar wel in Duitsland, België en Amerika. Uh, wat is dat? Dat is gewoon eigenlijk, uh, gekoopt... Uh, een, dat is eigenlijk een spaarrekening bij de staat. Uh, en, uh, dat is net iets veiliger, want de staat gaat normaal gezien later failliet gaan als de bank. Zo uh, so is het. Ja, want de, de, de staat kan printen en de bank niet. Dus als je geld hebt bij de staat, uh, zit je iets beter af, iets veiliger en dat is ook praktisch hè? Uh, en uh, dat is een goede dienstverlening. Dus ik heb mijn cash staan in Duitsland bij de Duitse overheid. En je kunt dat makkelijk overschrijven. Dus als je te veel hebt op je spaarrekening, dan zeg je kom, ik ga een beetje overschrijven naar die staatsrekening, want dat staat er toch wel langer op. Uh, en uh, ik heb dat niet direct nodig. Dus goud alleen uw liquide geld dat je de komende, uh, dat je de maanden, de komende maanden nodig hebt om rekeningen te betalen, al die bij je bank. En de rest zet je gewoon op die spaarrekeningen bij de staat. Uh, dus dat is een goede oplossing voor uw geld. Voor uw effecten, die kunnen dus uh, wel verdwijnen in een bankfaillissement. En uh, ja, dat is ook geen lachertje, want uh, uh, ze zitten, dat is ongelooflijk. Ten eerste. In België hebben banken geen gescheiden bewaarbedrijf. In Nederland wel. Hoe komt dat? Omdat in Nederland in 1966 is Texierio de Matos failliet gegaan. Klinkt Spaans, maar er was een bank in Amsterdam. En uh, die, uh, het was het probleem dat de effecten verdwenen waren. Uh, en uh, ja, de klanten hun effecten kwijt waren. Uh, dus uh, daardoor heeft de Nederlandse regering een wet gesteld die zegt elke bank moet een bewaarbedrijf hebben. En alle effecten moeten daarin ondergeplaatst worden. En als de bank failliet gaat... Dan zullen die effecten nog bestaan, want die zitten in een veilig bewaarbedrijf. Ja? Alleen die bank, Taxer de, de Matos ging failliet, die effecten waren er nog. Alleen ze moesten dienen om de verliezen van de banken te dekken, want ze waren bezit van de bank. Ja? En als het in een apart bewaarbedrijf zit, is het geen bezit meer van de bank. Dus uh, dat, is, dat is hetgeen dat ze dan doen. Maar in België hebben ze nog zo geen wetgeving. Hè? Dus allee, al die grootbanken, no problem. Ze staat gewoon op de eigen balansen. Uh, maar wat is het probleem? Oké, okay, zelfs als je een bewaarbedrijf hebt, zijn er nog zoveel dingen die fout kunnen gaan. Uh, een slordige administratie bijvoorbeeld. Uh, en zo hebben we bijvoorbeeld Rogers, Jim Rogers, die uh, met zijn Commodity Index Funds... Ja, de klanten zijn het gewoon verloren aan een faillissement van een broker. Die een broker moest wel die effecten zetten in een apart bewaarbedrijf, maar ja, dat was nog niet gebeurd toen dat juist over kop ging. En dus uh, waren de effecten mee opgegaan in het faillissement. Dus uh, allez, het is niet omdat er een bewaarbedrijf is en omdat ze zeggen dat je ja, in een bewaarbedrijf zit, dat de administratie dat ook goed regelt. Hè. Uh, een ander probleem van bewaarbedrijven is dan dat zij zich bezighouden met het uitlenen van uw effecten. En ze doen het allemaal. Ja. En uh, dat is een gevaarlijke zaak. Want uh, uh, als je een effect uitleent en er gaat die andere tegenpartij failliet... Dan is het ook weg. En bijvoorbeeld Northern Trust in 2008 is zo, uh, zijn zo 10% van hun effecten verloren. Omdat er een of andere bank failliet ging die die effecten had geleend. Een of andere tegenspeler. En dus, uh, ze kwamen niet terug. Dus het mag dan nog in een apart bewaarbedrijf zitten. Ze lenen het nog uit ook. En fraude moet ook mee opletten natuurlijk. Hè? Het is niet omdat ze het zeggen dat het zo is. Hè? Bernie Madoff uh, had zo gezegd 50 miljard aan effecten. 50 miljard dollar. en Ze waren gewoon niet gekocht. Ze waren er niet. Dus uh, alleen, als ze het zeggen, maar het is er niet, achteraf zijn ze het ook kwijt. Ja. En dan uh, garanties. Ja, uh, ze hebben die nog niet opgetrokken, dus dat is maar 20.000 euro voor effecten. En uh, er zit niks in dat fonds, dus ja. daar moeten we ook niet echt op rekenen. Uh, dus de vraag is, oké, okay, als je effecten hebt, aandelen, obligaties, wat doe je er dan mee? Groot probleem, want ze hebben gewoon verboden dat je het zelf bewaart. Uh, dus uh, ongelooflijk, vroeger kon je dat zelf bewaren, uw effect, nee, niet meer. Maar wat je wel kunt doen, is zorgen dat er geen tussenspelers zijn en het rechtstreeks inschrijven in het uh, register. Uh, dus bijvoorbeeld, als je een aandeel van een bedrijf hebt, kun je zorgen dat je het niet via die op bezit, maar... Allee, het is natuurlijk een probleem, hè? maar theoretisch gezien kunnen dat dus de, inderdaad daar... Uh, iets het bij ver gedaan? Zit ik over tijd? Ja. ja? Ah, het is gedaan. <laughs> oké, okay. dan ga ik even skippen. Hè? Ga ik even skippen. Uh, goud bewaren, heel belangrijk. Uh, dus uh, kluizen, is allemaal oké. Okay, dus uh, als de bank failliet gaat, zal je het waarschijnlijk terugkrijgen van de curator. Diefstal, savat, maar pas op voor meekijkers als je naar je kluis gaat. Uh, Confiscatiegerecht Sava, want als er een rechtszaak loopt, gaat het gewoon eruit halen, voordat er een oordeel is. En, uh, maar confiscatie-overheid, ook op mee opletten. Hè. Als het in een bankkluis zit, je, je hebt die weekendvergaderingen, en s morgens krijg je dan in de gazet, bank, alle banken gesloten, goud aangeslaan, hè, en je kunt er niet meer aan. Uh, en je mocht met een uh, administrator. Dus, oplossing, of een eigen kluis, of een kluis in Zwitserland. Laatste, mijn speculatie. Ik heb ook een speculatie. Ik heb nog altijd geen huis gekocht, omdat ik het veel te duur vind. En ik verwacht dat huizen ten opzichte van vastgoed, vastgoed, ten opzichte van goud, serieus, serieus gaan veranderen in waarde. En ik ga direct naar de eindslide. En dat is deze. Eregracht-index in goud. Hier zie je de prijs van een huis in Amsterdam. Een eregrachthuis, dat zijn die chique huizen. Vanaf 1600... Tot 2000 tot nu. En je ziet dat de prijs van zo'n huis ongeveer 4-5 kilo heeft gekocht, 4-5 kilo goud. Uh, eigenlijk honderden jaren lang. Soms is het wat duurder geworden, soms wat goedkoper. Ja. En dan zie je hier dat er iets maf gebeurt. De prijs van dat huis wordt fenomenaal duur in goud bekeken. Dus Je spreekt hier niet over 4-5 kilo. In de jaren 50 na de oorlog schiet dat direct naar 20 kilo. 40 kilogram goud voor hetzelfde huis. Dat is nooit gezien in de geschiedenis. En dan heb je even in de jaren 70 dat goud terugkomt en waarde krijgt terug, waardoor dat de prijs terugdraalt. Maar dat is maar even, want daarna heb je terug een enorme boom in vastgoed. Terwijl dat goud enorm zakt in prijs. En dus zie je dat een gemiddeld huis daar in Amsterdam 60 kilogram kost of 80 kilogram. Dus Ongelooflijk. En ik verwacht dan ook dat dat volledig zal terugkeren. Hm? Dus dat als je een huis wilt kopen, koop het niet, koop wat goud en je zult het later kunnen kopen. Voilà. Uh, en dan. Uh, voilà. Voilà. Hartelijk dank. Bedankt, Tom.